Get the book. Ik zou zeggen, meneer Cartier, bedankt voor de complimenten. Wat de match betreft, ik denk dat al bij al, ondanks het feit dat het 0-0 is, niemand zich in het stadion echt heeft verveeld. Het was een wedstrijd met heel veel tempo, met twee ploegen. De ene ploeg, oké, zegt de Brugge misschien meer dan Bergen, maar Bergen is de ploeg op verplaatsing, wat ook logisch is. Maar toch twee ploegen die er een leuke wedstrijd wilden van maken. Aan onze kant zijn er op een bepaald moment iets te veel slordigheden geweest, maar dat mijn spelers achteraf van zegden dat dat te maken heeft met een bepaalde omstandigheid, nog wat dat ik niet verder ga op ingaan. Voor de rest denk ik dat de fase met Gombami een heel belangrijke fase is. Handspel ja dan nee? Ik denk van niet en de beelden zullen wel uitmaken wat het dan is. Als je tegen Bergen op dat moment na 20 minuten, denk ik, klein 20 minuten, op 1-0 kan komen, dan weet je dat het dat de wedstrijd misschien iets anders zou kunnen evolueren. Ik vond het een zeer goede tegenstander, maar dat vond ik in de hele wedstrijd ook. Daar zijn we gediend geweest door omstandigheden. En voor de rest denk ik dat het een resultaat is waar dat inderdaad de tegenstander content mee is. Waar dat wij, als we een ploeg hadden moeten winnen, misschien Serke Brugge hadden moeten zijn. Maar het ligt niet aan de tegenstander of wat dan ook. Het ligt aan, als je kansen krijgt zoals die van Stijn de Smet op plaatsen, dan denk ik dat je gewoon moet scoren. Als je dat niet aanlaat en je doet dat niet, dan blijft het 0-0. En dan neemt de tegenstander met het spel dat hij zelf ook heeft gebracht een logisch punt mee naar huis en had het misschien op het laatste door het feit dat we dan net zo graag die drie punten willen en dan op dat moment uit de organisatie gaan lopen en de tegenstander nog de mogelijkheid geven om eventueel de drie punten mee naar Bergen te nemen. Maar dat had al bij al voor Serke Brugge zijn op dat moment minder verschil uitgemaakt dan voor Bergen, want als zij de drie punten hadden meegenomen, dan hadden ze natuurlijk een andere zaak gedaan. Voor de rest heb ik daar weinig aan toe te voegen. Ik wens Bergen een goed einde van de competitie. Hopelijk redden ze zich, want ik zeg het, ik vind het in tegenstelling tot een aantal andere ploegen die hier komen spelen zijn, een hele leuke ploeg om tegen te spelen. Zij hebben vandaag met een aantal goede voetballers laten zien dat zij hun plaats in eerste klasse zeker verdienen. En ik hoop het echt van harte dat jullie de redding kunnen bewerkstelligen. Dank u. De question, vraag. Ja, en Lokeren ook. En Roeselaar. Wat gebeurt is de volgende tegenstander? Ja, en ik zal ik in het einde van de week een voorbeschouwing maken op de wedstrijd naar Serke Brugge toe. Ik denk dat het voor mij nu belangrijk is om een nabeschouwing te maken van de wedstrijd Serke Brugge-Bergen. En dan interesseren mij die andere uitslagen niet. Ik heb hier 14 dagen geleden ook gezeten. En dan zegt men, of misschien 3 of 4 weken, dan zegt men van dat is gebeurd en dat is gebeurd. Maar als ik dan toch goed gekeken heb, heeft GBA verloren, heeft A-Gent verloren. En doen wij nog altijd mee voor de derde en de tweede plaats. Dus het feit dat Club Brugge wint, daar moet ik mijn collega Jacques Mathijs mee feliciteren, want hij moest een halve ploeg missen. Maar voor de rest moet ik eerlijk zeggen dat ik daar vanavond niet mee bezig ben geweest. Nog iemand te vragen? Is het met u van Jartje? Of hoe evolueert dat? Ik heb met hem een gesprek gehad voor de wedstrijd, want hij was hier. Hij is aan het revalideren in Antwerpen. En naar ik verneem van hem, verloopt dat goed. Naar ik heb vernomen van de pers deze week, en wie dat dan ook mogen verkondigd hebben, dat weet ik zelf niet, was zijn seizoen voorbij, maar blijkbaar is dat niet het geval. Dus ik hoop hem voor de derby te recupereren. Of anders toch wel zo snel mogelijk. Dus ik denk niet dat zijn seizoen voorbij is. Die informatie is, die komt ergens van, maar ik weet niet van waar. Maar dat blijkt niet de juiste informatie te zijn. Is er rug zitten? Nee, aan de adductoren. Ja. Dus, ik heb dat gelezen op internet. Op voetbalkrant.be. Dat Jacek zijn seizoen zou voorbij zijn. Maar volgens hem is dat niet het geval. Ja.